Goedemiddag, welkom bij dit VNG-webinar over de route naar energie-neutraal gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. We hebben dit webinar georganiseerd. Er zijn 125 aanmeldingen binnengekomen. Nou, die zijn nog niet allemaal ingelogd, dus misschien sluit er onderweg nog mensen aan, maar dat gaan we allemaal zien. Nou, de afgelopen tijd hebben we allemaal, denk ik, best wel wat ervaring opgedaan met webinars als een lekkere, laagdrempelige manier om in korte tijd informatie op te doen. En ik hoop dat jullie als deelnemers ook aan het eind van dit webinar dit ervaren als toegevoegde waarde. We zitten hier in de studio bij Henry Kaper van de VNG, die dit soort webinars faciliteert. Nou, die heeft het heel druk gehad de afgelopen tijd en gelukkig kon hij ook een gaatje vinden om dit voor ons te doen. En verder staat Inka Vogelaar naast mij, die de eerste inleiding straks zal verzorgen. Wieger Schönau, die moet vanwege het feit dat we op afstand moeten blijven, die zit hier op de gang. En Demian Ketelaar, die zit op zijn eigen plek in Utrecht. En ikzelf ben Anja Buisman, want dat zou ik haast vergeten om me voor te stellen. De vraag die vanochtend of vanmiddag aan de orde is, is van hoe kan ik als gemeente nu op een liefst eenvoudige manier ook de eerste stappen zetten op weg naar het opstellen van een eigen routekaart voor mijn maatschappelijk vastgoed en die te verduurzamen. Waar heb ik het dan over? Hoe betrek ik bestuur erbij? Ik hoop dat het ons lukt om daar in ieder geval een aantal antwoorden op te formuleren, waar jullie ook als deelnemers bij gemeenten ook weer mee verder kunnen. Dan even kort het programma. Allereerst gaat Inka Vogelaar zo meteen iets vertellen over de sectorale routekaart. De achtergronden daarin, wat is de opgave voor gemeenten en vervolgens neemt Wieger Schönau het stokje over. Hij is vorig jaar heel nauw betrokken geweest bij het maatschappelijk vastgoed in het programma Energie bij de VNG. En hij gaat het een en ander vertellen over hoe ik met de grote cijfers, de sectorale cijfers in de sectorale routekaart, ook als gemeente, hoe kan ik die concreet vertalen? En hij gaat dat ook presenteren aan de hand van een rekentool waarin hij ook informatie van gemeente Utrecht heeft opgenomen over het vastgoed, maatschappelijk vastgoed daar. Vervolgens gaan we naar de echte praktijk, want dan hebben we Demian Ketelaar, die vertelt hoe de aanpak over een aantal jaren is geweest van de verduurzamingen van het maatschappelijk vastgoed in Utrecht. En het aardige is dat hij daarna ook iets gaat laten zien over de rekentool die Wieger heeft gepresenteerd, hoe je die ook bij een actueel vraagstuk zou kunnen gebruiken. Nou, als we dat allemaal hebben gedaan, dan ga ik het webinar afsluiten met een stukje over kennisagenda. Ik heb wel nog een paar wat huishoudelijkere punten. Er zijn aan de voorkant bij de aanmelding een aantal vragen gesteld door degenen die zich hebben aangemeld. We hebben een poging gedaan om die vragen zo goed mogelijk mee te nemen in de diverse presentaties. Niet alle vragen waren eigenlijk meteen helemaal duidelijk, dus het kan zijn dat we gewoon daar telefonisch of per mail of schriftelijk op terugkomen. Ook vragen die gisteren middag zijn gesteld, die hebben we niet meer meegenomen. Dus stel dat dat zo is, let even op of je het antwoord krijgt wat je beoogt. En als dat niet zo is, is er een mogelijkheid om de chatfunctie te gebruiken om vragen mee te nemen. Dus dat zou ik vooral doen. Ik geef zo meteen het woord aan Inka, maar voordat we dat gaan doen, hebben we een kleine poll ingebouwd. En dat is de vraag of jullie als deelnemers de sectorale routekaart hebben gelezen. 39% heeft ja gestemd, 34% nee en 27% gedeeltelijk. Oké, nou dan is het denk ik wel mooi om nog even hier en daar een aantal dingen, de hoofdlijn in de sectorale routekaart toe te lichten. Dus Inka, ga je gang. Ja. Dankjewel, Anja.
Ja, goed nieuws dat zoveel mensen aanwezig bij het webinar de routekaart al hebben gelezen. Voor straks het presentatie van Wieger, Schönau en Demian is het ook handig om even wat context te hebben. Waar komt het nou vandaan? Dus vandaar een korte toelichting op de sectorale routekaart. De aanleiding voor de sectorale routekaart en het opstellen daarvan is het klimaatakkoord. En daaraan hebben de gemeenten zich in de bal van afgelopen jaar verbonden. Ze hebben ingestemd met het klimaatakkoord. Het maatschappelijk vastgoed is een van de afspraken in het klimaatakkoord. Er geldt een doel voor CO2-reductie van 95% en daarnaast volledig aardgasvrij in 2050. Dat is niet een doel uit het klimaatakkoord, maar is wel in de uitwerking samen met andere sectoren meegenomen in de routekaarten. Er zijn naast gemeenten 11 andere sectoren aan de slag gegaan met de routekaart. Dat is vorig jaar, zijn ze daarmee begonnen. En in mei zijn de eerste sectorale routekaarten ingediend. En toen is gezegd door het Rijk van ja, laten we eens kijken of we die getallen die daarin staan nog beter kunnen duiden. En dat is de aanleiding geweest om een aantal scenario's door te rekenen. Dat is ook gebeurd voor het gemeentelijk vastgoed. Dat heeft Republic voor ons gedaan. En die scenario's zijn bijvoorbeeld doorgaan op de huidige budgetten. Hoeveel CO2-reductie realiseer je dan tot in stappen meer CO2-reductie en wel al het totaal aardgasvrij. Daar is afgelopen jaar aan het einde van het jaar aan gewerkt. En in verschillende overleggen zijn die met gemeenten ook getoetst van die scenario's, helpt dat en hoe kijken jullie daar tegenaan? En in die gesprekken met gemeenten kwam naar voren van ja, ons zou het helpen als de sectorale routekaart die wordt opgesteld uitgaat van het klimaatscenario, namelijk 95% reductie, CO2-reductie. En dat is in de doorrekening het scenario 4b. Daar ga ik nu wat verder op in. Wacht een keer. De sectorale routekaart, dat heeft als functie om vanuit de sectoren zelf de route uit te stippelen hoe de sector de opgave kan realiseren. Er is heel nadrukkelijk voor gekozen om dat niet op te leggen, maar om vanuit de sectoren zelf te laten komen. En dat is ook de functie van de routekaart. Het is ook een startpunt, want het is nog niet eerder op zo'n manier berekend. Dus veel dingen zijn ook nieuw. Dat betekent dat we, dit het eerste startpunt is. En in een herijkings, over 2 jaar bijvoorbeeld, wordt de routekaart herijkt. Want dan is er een voortgangsrapportage. Dus we gaan steeds kijken van welke nieuwe ontwikkelingen zijn er die ook weer invloed hebben op de opgave en hoe we de opgave kunnen realiseren. Wat voor nu belangrijk is, dat de sectorale routekaart een financiële onderbouwing geeft van de kosten die zijn gemoeid met de verduurzamingsopgave. En met die financiële onderbouwing zijn we ook in het gesprek met het Rijk. Want al vooruitlopend op straks. Het kost veel geld en dat geld is er gewoon nog niet. De sectorale routekaart geeft op hoofdlijnen weer van hoe kunnen we nou als gemeente samen werken aan een CO2-reductie van 95% en volledig aardgasvrij. En we hebben daar de focus op het maatschappelijk vastgoed in eigendom van gemeenten. Maar er is natuurlijk ook nog maatschappelijk vastgoed binnen de invloedssfeer van gemeenten zal ik straks nog wel wat over zeggen.
dit helpt ook om een vertaling te maken voor de eigen gemeentelijke praktijk. Het maatschappelijk vastgoed van gemeenten hebben we op basis van bronnen is onderzocht om wat voor vastgoed het gaat en hoeveel dat is. In totaal meer dan 36.000 gebouwen zijn in het gebied bezit van gemeenten. En kenmerk van de portefeuille is dat hij heel erg divers is. Veel verschillende functies. En veel verschillende bouwjaren en onderhoudstoestanden. Dus het is een enorme opgave. En ook hier zie je al dat er wat overlap is. Er zijn dus ook gebouwen voor het onderwijs en sport in eigendom van gemeenten. Maar daar is ook een eigen sectorale routekaart. Daarover natuurlijk ook nog straks meer. Wat is dan nu die aanpak? Naar de opgave zeggen wij, je kan verschillende stappen daarin zetten. De eerste stap is het vernieuwen van bestaande gebouwen, dus ze vervangen. Op basis van de huidige vervanging hebben we naar gekeken van hoe was die de afgelopen jaren. Die is 1,33% als je dat doorrekent naar 2050. Kun je ervan uitgaan dat 40% van de hele portefeuille in 2050 is vervangen. Daarmee, met die vervanging door nieuwbouw of renovatie, is al een CO2-reductie van 67% gemoeid. Dat betekent dat je nog meer moet doen om ook aardgasvrij te maken. Maar dat is al een hele mooie stap in de goede richting. Dan zijn er natuurlijk nog een heleboel bestaande gebouwen die verduurzaamd moeten worden, die nog niet toe zijn aan vervanging. Daarvan zeggen we van, nou, als je daar slim 42% uitkiest om die ook energie-neutraal te maken, realiseer je al 95% van de CO2-reductie. Dat geeft wat ruimte om een aantal gebouwen daar minder aan te doen. Zou je van kunnen zeggen van, nou, geldt dat bijvoorbeeld voor monumenten? Want die zijn lastig, daar kun je minder mee. Kan natuurlijk. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je gebouwen waarvan je weet dat ze op termijn niet meer tot de kernportefeuille behoren, dat je daar minder vergaand gaat verduurzamen. Uiteraard gelden natuurlijk wel gewoon de huidige regelgeving ook voor die gebouwen. Maar om even terug te komen op de monumenten. Je zou ervoor kunnen kiezen om monumenten later te doen, omdat je ervan uit kunt gaan dat er nog ontwikkelingen komen waardoor daarmee ook meer mogelijk is. Maar dat pleit ook wel wat voor om juist ook monumenten aan te pakken als zich ook natuurlijke momenten voordoen, om die wel aan te pakken. Want het is ook een kwestie van nieuwe ontwikkelingen komen er pas als er vraag is. En daarnaast is het ook gewoon goed om nu al ervaring op te doen met die opgave ook aan monumenten. Want hoe langer je wacht, hoe moeilijker of hoe minder tijd je nog hebt. En uit ervaring horen wij ook wel dat er meer kan met monumenten dan er vaak wordt gedacht. Die nummers in deze tabel corresponderen met de stappen die ik net heb benoemd. De vervanging door nieuwbouw is de autonome investering. En dat is de autonome investering die gemeenten sowieso al doen. Dat wil niet zeggen dat daar nu de budgetten al voor zijn voor die hele periode. Maar als we dat doorrekenen, daar investeren gemeenten tot 2050 44 miljard, moet het goed zeggen, aan de verduurzaming van aan nieuwbouw. En voor het verduurzamen van de bestaande bouwen in één keer of in stappen en het aardgas vrijmaken is een bedrag gemoeid van 9,12 miljard.
In dat bedrag zit ook nog wel een stukje wat terugverdiend wordt. Mogelijk, maar waar, dat hebben we nu niet van afgetrokken, want dit is het bedrag ook waar wij mee richting het Rijk aangeven. Dit is er nodig voor die opgave van die bestaande bebouwing. Wat hier wel nog vooraf moet, is de investering die gemoeid is met onderwijshuisvesting. Dat is een mooi bruggetje naar deze sheet, namelijk de maatschappelijk vastgoed in de invloedssfeer van gemeenten. Er zijn verschillende sectoren waar ook routekaarten voor zijn, zoals sport. Met de sportsector hebben wij steeds afstemming. En dan zeggen we ook van ga juist ervaring opdoen samen met het kijken van nou, hoe zit het met eigendomsverhoudingen. En amateurclubs worden ook gestimuleerd om te gaan verduurzamen. En daar zijn verschillende regelingen voor. Het onderwijs is een is wel een aparte, omdat wij daar als gemeente, samen met gemeente en onderwijsinstellingen, echt samen op moeten trekken om de opgave te realiseren, is ook door het bestuur gezegd van wij onderschrijven de routekaart van POVO. En die moet nog vastgesteld worden, maar die ligt ook klaar om vastgesteld te worden. En daarin wordt gezegd, combineer nou de verduurzaming met kwaliteitsverbetering die nodig is. Er zijn al enorme achterstanden daarin en er zijn al tekorten om de kwaliteit te verbeteren. Dus de verduurzaming is ook een mooie motor om ook echt hier gewoon grote stappen mee te maken. We gaan ook, dit maakt ook dat het onderschrijven van die routekaart, dat we richting het Rijk samen op kunnen trekken om daar de belemmeringen in weg te nemen, samen met PO en VO-raad. We zijn heel erg nieuwsgierig waar gemeenten staan als het gaat om inzicht in de opgave vanuit de sectorale routekaart en hoe ver zij daarin staan. Dus de vraag is, voor de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed werken we aan een eigen portefeuille routekaart. Gemeentes, er zijn gemeenten die al zijn begonnen, er zijn nog misschien gemeenten die nog moeten beginnen. Wij zijn benieuwd waar je staat. Dan kan ik ondertussen misschien even een opmerking uit de chat doorgeven. Ja. Roelof wil toevoegen aan het verhaal. Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft voor al haar gebouwen een energiebesparingsadvies laten maken. Er ligt nu een voorstel bij de gemeenteraad om de besparing op energiekosten in een reserve te storen, waarmee de energiebesparingen worden bekostigd. Zo kan de hele operatie kostenneutraal worden uitgevoerd. Oké, dat is een mooie gedachte en dat is ook een van de dingen, en daar zal Anja ook nog wel even op terugkomen straks, dat gemeenten natuurlijk allemaal bezig zijn met de opgave en ook van hoe financieren we dit. En dat deze ervaringen, dat we, het heel belangrijk is om onze ervaringen uit te wisselen en daar gaan we, die kennisuitwisseling zullen we faciliteren ook vanuit VNG. Heb jij inmiddels al uitslag van de poll? Even kijken hoor, 22% heeft al een aanpak, 46% is bezig met voorbereiding. En 32% moet nog beginnen. Nou, het is wel heel mooi om dat ook in beeld te hebben. Wat ik net al zei. Er zijn gemeenten die wat verder voorop lopen. En gemeenten die nog moeten beginnen. En we kunnen veel van elkaar leren. Het is een opgave voor 30 jaar. Dus er is nog ook wel heel veel te ontdekken. En daarin zullen we ook gewoon heel veel issues met elkaar tegenkomen. En dat kunnen we alleen maar goed doen door het samen te doen. We hebben dan de aanpak op hoofdlijnen. En wat betekent dat nou dan voor gemeenten? Het is de bedoeling dat iedere gemeente een eigen gemeentelijke portefeuille routekaart opzet. Nou, een aantal is er gelukkig al mee bezig. Voorbereidingen worden getroffen.
Want dat is een opgave die is niet verplicht, maar het is ook niet vrijblijvend. Want het helpt juist alleen maar ook beter te duiden van nou, welke knelpunten lopen we tegenaan, welke belemmeringen moeten nog uit de weg geholpen worden. En wat, hoe is het financierbaar? Wat is nou echt niet financierbaar? Welke oplossingen moeten daarvoor komen? En dat door samen dat op te pakken, kunnen we ook oplossingen in vinden. In die portefeuilleaanpak, dat is de bedoeling dat gemeenten allemaal een portefeuilleaanpak maken voor de komende 4 jaar. En met het perspectief van de opgave voor 2050. Dus dat is de stip op de horizon. En eigenlijk is het een kwestie van daaruit terugredeneren naar nu. Nou ja, dat zeg ik nu wel heel makkelijk. Wat je nu met nu al wel zekerheid kunt zeggen van nou, dit is slim om nu te doen. Doe dat vooral. Alles waar nog wat minder zeker is, dat komt in volgende fases. Nou is het zo dat alle routekaarten, er zijn 12 routekaarten sectoraal benaderd. En wij zeggen eigenlijk van ja, als gemeente, daar komen natuurlijk allemaal dingen bij elkaar. Dus die sectorale benadering is vaak in gemeenten niet zo handig. Zeker als je naar de verduurzaming kijkt. Elke vierkante meter die je niet bouwt of slim combineert, dat is ook veel duurzamer. Dus de oproep is ook om niet alleen maar naar je eigen vastgoed te kijken, maar ook in dat lange termijn perspectief te kijken naar het vastgoed binnen de invloedssfeer. Zoals ik al zei, het uitwerken van de opgave, dat doe je in stappen. En daar komen straks Demian en Wieger ook nog over aan het woord. We hebben een aantal stappen benoemd. En afhankelijk van waar je bent als gemeente, zijn die stappen voor jou relevant. Een belangrijke ook in die aanpak is om ook te kijken naar het inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in sommige gemeenten waar inwoneraantallen teruglopen, zal je bijvoorbeeld anders moeten kijken naar onderwijs, huisvesting, maar ook andere opgaven als hoe krijg ik... Een ander voorbeeld is de sportaccommodaties die zijn ingericht volgens het gebruik van sport van lang geleden. En misschien zijn er juist nu nieuwe concepten nodig. Dus dat zijn ook dingen waar in de aanpak de opgave die gemeenten hebben ook naar gekeken kan worden. En wat ook belangrijk is, is natuurlijk de wijkaanpak. Alle gemeenten zijn bezig met het opstellen van warmtetransitie, waarin ze zeggen van nou, welke wijk gaat wanneer van het aardgas af. Nou, dat betekent ook dat het maatschappelijk vastgoed van gemeenten een natuurlijk moment geeft voor van het aardgas afgaan, maar mogelijk zelfs ook katalysator kan zijn voor de warmtevoorziening. En het is daarnaast ook verstandig om andere opgaven, die ook als je helemaal aan het gebouw gaat beginnen om te verduurzamen, daarin ook circulair bouwen en klimaatadaptatie in mee te nemen. Dat is nu niet de focus van de routekaart, maar wij zijn wel van plan om bij de herijking dat ook toch wel meer plek te geven. En daar is ook nu nog kennisontwikkeling op nodig, dus dat zal ook een prominent punt in de kennisagenda zijn. Dan geef ik straks het woord aan Wieger. Dan wil ik afsluiten met de actualiteit. Ik benoemde het net al. Het kost veel geld. Het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed. En geld wat er nu nog niet is. En voor een deel moet dat gewoon ook voor een groot deel zijn het ook maatregelen die zich terugverdienen. Maar zeker in het verduurzamen van de bestaande voorraad zit een deel wat onrendabele investeringen zullen zijn. Dus wij doen ons best om structureel meer geld te krijgen
voor deze opgave. Maar daarnaast is nu al actueel dat er in agendamiddelen beschikbaar zijn van de vanuit het agendafonds is 25 miljoen beschikbaar. Dat wordt nu uitgewerkt. En dat is bedoeld voor kleine organisaties in het maatschappelijk vastgoed om hen op weg te helpen naar het verduurzamen van hun gebouwen. Dus dat kan gelden voor gemeenten met beperkte capaciteit en expertise. De regeling is nu nog niet klaar, maar daar wordt aan gewerkt. De bedoeling is dat het een regionale ontzorgingsaanpak wordt. En de verwachting is dat medio volgend jaar gemeenten daar gebruik van kunnen maken. En op 20 mei is er een brief naar de Kamer gestuurd in het kader van doorbouwen tijdens de coronacrisis. Daar is een budget van 50 miljoen beschikbaar gekomen voor als investeringsimpuls voor onderwijs, huisvesting en sport. 40 miljoen voor onderwijs, huisvesting en 10 miljoen voor sport. De regeling wordt nu uitgewerkt, maar de bedoeling is dat wel snel meer over bekend wordt, hoe die regeling eruit komt te zien. Zeker voor onderwijs en huisvesting is de bedoeling dat er een regeling komt voor zowel gemeenten als onderwijsinstellingen, dat zij daar aanspraak op kunnen maken. Als we daar meer over weten, zullen we daar ook gemeenten over informeren. Dat was hem wat mij betreft. Henri, zijn er nu nog vragen aan mij? Niet echt vragen, wel berichten aan de andere mensen in de chat. Ah ja. Dus. Super, dus ontstaat in de chat ook al interactie. Ja. Nou, mooi. Goed om te zien. Nou, dat kunnen we misschien ook nog meenemen in de afsluitende mail. Ja, zeker. Nou, dan is nu aan de beurt Wieger over... Die gaat op basis van de kengetallen die in de routekaart zijn gebruikt. De aanpak wat verder toelicht en hoe je die kunt vertalen naar de gemeentelijke praktijk. Oké, goedemiddag. Mijn naam is Wieger Scherno. Ik ben adviseur maatschappelijk vastgoed bij Twijnster Gudde. En zoals Inka straks al aankondigde, de afgelopen maand nauw betrokken geweest bij het opstellen van de sectorale routekaart voor de VNG. Voor alle gemeenten. Dit deel van het programma zal ik vooral dieper ingaan op de vraag hoe kun je nou als gemeente aan de slag met de sectorale benadering van de routekaart. Hoe is die in een concretere, kleinere vorm voor een portefeuille van een losse gemeente te benaderen? En vooral de kengetallen die we in de portefeuille routekaart noemen. Op de bijlagen staan een aantal lijsten met kengetallen. Welke waarden hebben die? Inka gaf het al aan dat enerzijds de portefeuille, de sectorale routekaart gebruikt is om richting het Rijk inzicht te bieden in de aanvullende kosten van verduurzaming voor gemeenten in brede zin. Maar het is ook nadrukkelijk een handelingsperspectief voor enkele gemeenten. Voor een enkele gemeente die een eigen vastgoedportefeuille heeft en ook te maken heeft met een strategie die ze zullen moeten ontwikkelen om aan dezelfde doelstellingen uit het klimaatakkoord te gaan voldoen. Met name deze financiële aanpak wil ik toelichten. Ik heb drie delen in mijn toelichting. Het eerste is, ik ga nog even wat dieper in op de uitgangspunten die we hebben gehanteerd in die doorrekening van de sector. Het tweede is, hoe kun je die vervolgens toepassen op het niveau van kengetallen voor de eigen portefeuille routekaart de komende periode. En dan zal ik het voorbeeld van de gemeente Utrecht ook aanhalen, wat meteen het bruggetje is naar de spreker na mij, Demian Ketelaar van de gemeente Utrecht. Even terug naar die drie stappen die al geïntroduceerd waren. De sectorale routekaart heeft uiteindelijk het scenario gekozen om 95% CO2-reductie te bereiken in 2050. Zo staat het in het klimaatakkoord. En de aanpak is voor de totale sector, voor 36.000 gebouwen in Nederland die in bezit zijn van gemeenten gebruikt. Dat betekent eigenlijk ook dat de aanpak echt een macro doorrekening is geweest. Er is dus niet, in dat opzicht niet aan individuele gebouwen gerekend. En er is ook wel voor gezorgd dat het een, los van een bepaalde modelmatige benadering, dat er wel een evenwicht zit in de maatregelen die getroffen worden. Dus niet alles is
grootscheeps en plotsklaps verduurzamen. Het moet ook wel aansluiten bij de praktijk van gemeenten. Want gemeenten hebben onder andere te maken met lastige gebouwen zoals monumenten. En het voordeel van de aanpak in deze drie stappen is dat er ook een categorie is die wel aardgasvrij moet worden gemaakt, de 18% in beeld, maar die niet volledig energie neutraal hoeft te worden gemaakt. Nou, de keuze daarin zal iedere gemeente voor zichzelf maken. Maar we hebben daar in ieder geval wel een aantal handreikingen voor. Nou, het eerste is iedere gemeente is de afgelopen jaren al druk bezig geweest, uiteraard, met het verduurzamen van de portefeuille. En de grootste klap daarbij is het vervangen door nieuwbouw. Nou, de levensduur, wanneer die van een gebouw wordt bereikt, in de regel wordt die dan vervangen door nieuwbouw. Renovatie en monumenten daar gelaten natuurlijk. En op het moment dat je het gebouw vervangt, moet het voldoen aan de huidige regelgeving. Dus dat betekent het bouwbesluit op dit moment en binnenkort de eisen van BENG. En op het moment dat die nieuwbouw wordt toegevoegd, wordt de hele portefeuille beetje bij beetje vervangen. Nou, de 40%, waar Inka net al over sprak, de 40% vernieuwing die gaat plaatsvinden van alle gemeentelijke gebouwen op basis van de historische vervangingsgraad. Dus eigenlijk ieder gebouw, hebben we gezien, wordt de afgelopen jaren, zo blijkt uit de analyse, eens in de 75 jaar vervangen. Nou, dat is geen hele hoge vervangingsgraad. En daarmee kunnen we ook wel zeggen dat die in ieder geval realistisch is. Het kan altijd sneller. Maar dat je wel op basis daarvan kan zeggen dat dat budget eigenlijk al aanwezig is. Dat gemeenten de afgelopen jaren daar geld voor hebben kunnen vrijmaken. Dat komt uit programma's van vaak de functies van het maatschappelijk vastgoed, sport, welzijn, cultuur. En die investeringen bij elkaar opgeteld tot 2050, nou, leidt tot een enorm bedrag. 44 miljard, zoals ook te lezen in de routekaart. Maar daarvan kun je wel zeggen, ja, dat geld dat kunnen gemeenten eigenlijk op basis van wat ze al deden realiseren. Het enige is, er is wel een correctie nodig. Want op het moment dat het gebouw nu moet voldoen aan de huidige eisen, dan zou je kunnen zeggen van er hoort er in ieder geval bij dat je boven het bouwbesluit uit, dus boven de EPC van 0,7, die op dit moment gemiddeld genomen voor de meeste gebouwen en maatschappelijk vastgoedportefeuille vereist wordt, zou je in ieder geval moeten zorgen dat het BENG wordt op de korte termijn. En uiteindelijk moet alles eng, dus energie neutraal worden. Nou, we zeggen daar is ongeveer, gemiddeld genomen, €140 per vierkante meter bruto vloeroppervlak nodig voor alle objecten die de komende periode aan nieuwbouw worden toegevoegd. Dus dat is wel extra geld nodig bij verduurzaming. De tweede, en dat is eigenlijk de grote opdracht voor gemeenten de komende jaren, is de versnelling. De tweede stap gaat over het grootste deel van het vastgoed wat bestaande voorraad is, die op basis van zijn levensduur eigenlijk nog niet toe is aan een volledige renovatie of nieuwbouw, maar waar omwille van de klimaatdoelen, de energie-neutraliteitseisen, wel een verduurzaming moet plaatsvinden. Nou, met name dit deel is een hele uitgebreide analyse door Republic uitgevoerd, om te bepalen voor al die gebouwen in Nederland, wat voor type maatregelenpakket zou je nou overal kunnen samenstellen om te gaan rekenen aan die gebouwen. En daar is deze lijst uitgekomen, dus het gaat van isolatie tot efficiënter verwarmen. En dat betekent dus ook op het moment dat de gemeente een warmtenet heeft of zal krijgen, dat het logisch is om daarop aan te sluiten. Wanneer dat niet zo is, is dat je eerder moet werken met een warmtepomp of een WKO-systeem. Dat is gemiddeld genomen, kun je zeggen van met een maatregelpakket als dit, kun je de portefeuille van bestaande objecten energie-neutraal krijgen. En de kosten die daarbij horen, dat noemen we eigenlijk de additionele verduurzaming. Dat is 42% bovenop de 40% van vernieuwing die we al hadden op basis van vernieuwing. Dit is de werkelijke opdracht voor de komende jaren. Dat is bijna €600 per vierkante meter is er nodig om die bestaande voorraad. En dan gaat het dus over alle type gebouwen. En om de vergelijking te maken naar de bijlagen, uiteindelijk is uit de analyse zijn 41 type gebouwen die je altijd wel kan herkennen in een vastgoedportefeuille van gemeenten. Van een culturele voorziening tot een sporthal, tot verschillende type onderwijshuisvesting, ambtelijke huisvesting. Is op basis van openbare bronnen door Republic een analyse gemaakt. Die modellen, de gebouwen zijn gemodelleerd. Die zijn ook vergeleken en uiteindelijk zijn die archetype gebouwen, hebben een aantal kengetallen op het gebied van
isolatie, installaties en opwekking. Waarmee je zou kunnen rekenen. Dus gemiddeld genomen, ook een gewogen gemiddelde, is die 600 euro per vierkante meter. Maar als je dieper gaat kijken, en ik laat dat straks ook in een voorbeeld zien, en ik verwacht zeker dat ook Damian Ketelaar daar verder naar gaat kijken, leidt ertoe dat je meer kan gaan rekenen. Dit geld, die 600 euro per vierkante meter, dat is, zijn wel middelen die op dit moment voor gemeenten nog niet beschikbaar zijn. En daar zit denk ik ook de grote opgave per gemeente om geld voor deze versnelling te organiseren. Deze twee categorieën hebben we bij elkaar opgeteld. Overal leiden ze toe tot de doelstelling in het klimaatakkoord van die 95% CO2-reductie. Maar er is nog een derde categorie. Dat is een wat ingewikkelde categorie, want heel expliciet staat het in het klimaatakkoord niet. Maar wel, het kabinet heeft zich er wel duidelijk over uitgelaten dat de bedoeling is dat we in 2050 geen gebruik meer maken van aardgas. En dat betekent dat dus het deel van de portefeuille wat voor de opgave van energie-neutraliteit niet nodig is, wel uiteindelijk aardgasvrij moet worden gemaakt. Dat is dus het laatste restant. En hier kun je ook voor kiezen, en dat is denk ik ook belangrijk om te bepalen welke gebouwen dat worden. Het kenngetal wat hiervoor aanwezig is in de sectorale routekaart is de 161 euro per vierkante meter. Wat ook geld is dat nodig is om volgens de letterlijke interpretatie van het klimaatakkoord deze doelstelling te realiseren. Ik zit even te kijken of er in de tussentijd al vragen zijn die over dit gedeelte gingen. Nee, dan gaan we door met de vraag. Toch wel. Ja, toch wel. Dan gaan we nog één keer terug. Jasna vraagt, bij de 40% nieuwbouw en renovatie wordt er ook verder gekeken dan de financiële afschrijvingsperiode. Financiële afschrijving is nog geen functionele afschrijving. Nee. Is het vanuit CO2-emissies en circulair 40% nieuwbouw verdedigbaar? Dat het, die tweede vraag is, laat ik zo zeggen, de vernieuwingsgraad die historisch is bepaald van 1,33%, die is lager dan vaak de boekhoudkundige afschrijvingstermijnen. Alleen in de praktijk bij gemeenten zie je dat gebouwen vaak veel langer blijven staan dan de 40, soms 50 jaar die gehanteerd wordt voor een einde levensduur. Als je uit zou gaan van 40%, of 40 jaar voor een afschrijvingstermijn, dan zou je tot een hoger percentage vernieuwing komen, waarbij in ieder geval in absolute zin ook hogere kosten gaat hebben, want die nieuwbouwkosten die zijn ongeveer, wij rekenen met 2500 euro per vierkante meter, dan het deel wat je in de vernieuwingsgraad, of in de additionele verduurzaming gaat stoppen. Ik ga zeker een voorbeeld laten zien van de gemeente Utrecht, die een ambitieuzere doelstelling heeft, dus ambitieuzer dan 2050. Dat automatisch betekent dat iets, in ieder geval in dit model, voor de verhouding tussen de 40% en de 42%. Dus ik zou misschien dat daar het tweede deel van de antwoord ook wel, het tweede deel van de vraag antwoord op geeft. Oké, de stap naar een individuele gemeente. De portefeuille routekaart die gemeenten de komende jaren zullen maken, die moet eigenlijk twee dingen in zichzelf bij elkaar brengen, het verenigen. Van de ene kant gaat het op de echt lange termijn, dus in 2050 moet de portefeuille voldoen aan de klimaatdoelen. Anderzijds heb je ook de opdracht om gewoon een heel recht toe recht aan uitvoeringsplan te maken, waarin projecten staan die de komende 4 jaar worden uitgevoerd. En 4 jaar is natuurlijk een betrekkelijk korte tijd voor bouw- en vastgoedprojecten. En dat betekent ook dat het maar een beperkt deel is van de portefeuille die kan worden aangepakt. Alleen al financiële middelen, maar ook gewoon qua uitvoeringskracht en tempo. De slimme selectie, dat is het woord dat in de sectorale routekaart wordt gebruikt, legt eigenlijk de verbinding tussen die portefeuille en de projecten. Nou, en hoe kunnen die kengetallen daarbij helpen? Eén ding over die slimme selectie. Wat je door de methode in stappen zou kunnen verwachten, is dat je heel erg gaat redeneren in gebouwen. We pakken eerst een aantal gebouwen aan, daarna de volgende gebouw, daarna de volgende gebouw. Nou, dat is een methode. Dat is, dat kan voordelen hebben voor de gebruiker, omdat je niet zo vaak het gebouw terugkomt. Maar je kunt ook denken aan gebouwen in selecteren op basis van pakketten. Dus dat werkzaamheden, bepaalde type maatregelen over die portefeuille heen worden uitgevoerd, waarbij je in een beknoptere periode meer werkzaamheden kunt doen, wellicht meer overlast voor de gebruikers hebt, maar dat is een andere strategie.
die slimme selectie, dat is eigenlijk ook wel de opdracht voor gemeenten om dat zelf te doen. Want dat hangt sterk af van je eigen doelstellingen, de opbouw van je portefeuille, maar ook wanneer er bepaalde natuurlijke momenten zijn vanuit bijvoorbeeld de gebruikers, dat er een einde levensduur is op basis van het gebruik, dat het gebruiker vertrekt. Dit is echt de keuze die gemeenten zelf moeten maken. Maar er kan wel gebruik worden gemaakt van die kengetallen. Gaan we even terug naar de kengetallen. Op portefeuille niveau, overall, zijn de getallen die, die ik net heb verteld, dus het percentage voor vernieuwing, om daar grosso modo 140 euro per vierkante meter te rekenen voor de extra opdracht om aan wet en regelgeving te doen op termijn. Daarna nog 600 euro voor de verduurzaming van de bestaande portefeuille en uiteindelijk het restant deel voor het aardgasvrij. Die kun je gebruiken om, wijze van spreken, op de achterkant van het bierveeltje uit te rekenen wat de investeringopgave is voor een gemeente tussen nu en 2050. Het voordeel van de kengetallen naar die gebouwtypen, die 41 gebouwtypen, is dat er gebouwtypen geselecteerd kunnen worden en dat daar andere typen, andere uitkomsten zijn. En dan zul je ook zien dat wanneer je een portefeuille hebt met bijvoorbeeld veel zwembaden die nog niet de komende periode vervangen kunnen worden, dat dat andere investeringen meebrengt dan, dan buurthuizen of een hele jonge portefeuille van bijvoorbeeld onderwijsvastgoed. Die rubricering, die onderverdeling kan gemaakt worden op basis van bijvoorbeeld deelportefeuilles of aparte gebieden. Nou, Demian Ketelaar gaat ze direct daar een voorbeeld van geven, hoe hij ook met die kengetallen aan de slag is gegaan om een deel van de opdracht concreter te maken. Dat is eigenlijk het basale niveau en de bijlage en de sectorale routekaart geeft zowel de overall kengetallen als die per gebouwtype weer. De slag naar de projecten, die kan nog steeds, daar kan nog steeds gebruik worden gemaakt van die kengetallen. Want je kunt uiteindelijk zul je een optelsom moeten maken van een aantal projecten die de komende jaren worden uitgevoerd. Dat kun je zien als een soort van uitvoeringsprogramma. En daar is uiteraard een soort van financieel kader voor nodig. Dus daar wordt een bepaalde investering gevraagd. En daar zal de verantwoordelijke afdeling, of dat nou een programmamanager is, of een afdeling vastgoed, zal daar een krediet voor moeten aanvragen. En als het goed lukt, dan heb je met een beetje geluk een krediet voor die uitvoeringsperiode van in ieder geval 4 jaar. Op kengetallenniveau kun je daar in een heel eind komen. Maar, en dat is meteen ook de belangrijkste disclaimer, op het moment dat de projecten daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden, dan zul je ook wel willen gaan zoeken naar daadwerkelijke kengetallen en kostenramingen per gebouw. En iedereen weet dat op het moment dat je met een gebouw aan de slag gaat, daar zal dan in ieder geval een fatsoenlijk verduurzamingsplan worden gemaakt, waarbij ook installatieadviseurs eraan rekenen, waarbij ook een bouwkostenadviseur op het niveau van een elementenraming een daadwerkelijke kostenraming moet maken van het gebouw. En je hoopt uiteraard dat die kengetallen bij elkaar opgeteld van al die projecten, dat die specifieke ramingen binnen dat financiële kader kunnen blijven. Nou, dat is een verdiepingsslag die zich in de uitvoeringsfase van zo'n project zou moeten kunnen. En dat is ook denk ik het punt waar de kengetallen niet meer nodig zijn en waarbij je gewoon echt moet willen weten van wat kost de verduurzaming van bijvoorbeeld een specifiek zwembad of een binnenstedelijke locatie voor een buurthuis. Ik zie dat er een vraag is. Ja. Judith vraagt wat als gemeente zich niet durft te wagen aan uitspraken over de lange termijn. Welke panden wel niet te behouden? Nou, een van de belangrijkste vragen, kijk, die slimme selectie, dat is echt daadwerkelijk de grootste opgave. Dus in ieder geval mijn inschatting. Omdat je anders dan anders nu over een periode van 30 jaar eigenlijk beleid moet maken. Maar die slimme selectie, die gaat niet over alle gebouwen. Die gaat dus ook niet over over de totale 30 jaar. Dus het is wel een oplossing, denk ik, om te zeggen van welke gebouwen zijn dusdanig logisch als onderdeel van de gemeentelijke portefeuille, waarvan je kan zeggen, nou, dat is in ieder geval een aantal gebouwen waar we in durven te investeren. En die pakken bijvoorbeeld de eerste 4 jaar aan. Dat je de eerste portefeuilleroutekaart invult concreet met projecten die bijvoorbeeld al lang op de rol staan. Want iedere gemeente weet echt wel welke komende jaren, welke gebouwen nou, ongeveer aan de beurt zullen zijn. De discussie over de kernportefeuille, de wensportefeuille, dat is uiteraard een politieke discussie. Die moet ook worden uitgevoerd in samenspraak met het maatschappelijk veld. Dus met de huurders, de gebruikers, de beleidsafdelingen. Dus het samenspel hier tussen
de afdeling vastgoed die de opdracht krijgt om de uitvoering te doen. De beleidsafdelingen die de lange termijn vraag naar die voorzieningen moeten inschatten. En ook de duurzaamheidsambtenaren die moeten redeneren. Van, ja, wacht even, hoe verhoudt deze opgave zich nu tot bijvoorbeeld de wijkgerichte aanpak en dergelijke. Want ook die bepaalt voor een groot deel waarschijnlijk wel de volgorde waarin projecten worden gestart. Bijvoorbeeld aardgasvrij maken. Ik had toegezegd dat ik in ieder geval wilde laten zien dat op het moment dat de kengetallen in een rekenmodel worden gestopt, op welke manier je dan kan komen tot de investeringskosten. En wat je dat uiteindelijk zou willen weten is, wat kost deze opgave, laten we zeggen het verduurzamen van het vastgoed, over 30 jaar ons nou jaarlijks, zodat je een gesprek kan voeren met het college van BNW over hoeveel geld is er extra nodig. Wat je zou willen, op het meest basale niveau kun je er gewoon de gebouwoppervlakte in bruto vloeroppervlak instoppen. En op basis daarvan maak je eigenlijk de simpele verdeling naar de investeringskosten voor de vernieuwing, de versnelling en uiteindelijk het deel aardgasvrij. Nou, dat hebben wij voor de gemeente Utrecht gedaan. Ik besef dat het niet helemaal leesbaar is. Voor sommigen wel, sommigen niet. Maar heel interessant is wat er gebeurt, want wij werken in dit model nog met de gemiddelde kengetallen, dus de 140, 600 en 160, laat maar even zo zeggen. En doordat de gemeente Utrecht een andere ambitie heeft, een ander doel heeft, namelijk in 2040 al een energie-neutrale portefeuille te hebben, of in ieder geval de CO2-reductie, zie je dat de tijd om op basis van die historische vernieuwingsgraad de portefeuille te vervangen, korter is. Waardoor daalt het percentage, wat hier 27% staat, dat is eigenlijk nog steeds op basis van de vernieuwingsgraad zoals wij hem hebben gehanteerd, een sectorale routekaart, gekopieerd, maar dan met een kortere tijd. Wat daardoor gebeurt, en dat is dat het eerste wat er gebeurt, is dat je een discussie gaat krijgen over van, willen we dat nou wel, willen we niet, bijvoorbeeld het tempo van vernieuwing gaan opvoeren. Nou, volgens mij is dat precies de discussie die vastgoed moet voeren met de andere spelers binnen de gemeente en ook met het college. Want het effect hiervan is, in deze methode, is dat het percentage van de bestaande voorraad dat verduurzaamd moet worden, dat stijgt naar 55%. En dat is exact het gedeelte waar de aanvullende middelen voor nodig zijn. En ik laat die 18% bewust daar staan, zodat je grosso modo die CO2-reductie in ieder geval haalt. Want de portefeuille die voor een groot deel benodigd moet worden om die 82, die CO2-reductie te halen, die zit er nog steeds in. Nou, voor Utrecht is dat een grote opgave en dit is echt hoog over. Maar wat je hiermee kan doen, je kunt hier de kengetallen van gebouwtypen op toepassen, waarmee je deelportefeuilles kunt gaan rekenen. En je kunt uiteindelijk zelfs alle gebouwen in het rekenmodel zetten, waarmee je, en daar gaat het, daar is het voor bedoeld, een indicatie krijgt van de financiële opgave voor de komende 30 jaar, waarmee je uiteindelijk de kapitaallasten, dus de investeringsvraag per jaar, kunt inschatten. Nou, voor Utrecht is, Demian, niet schrikken, op basis van dit model zou Utrecht, door toch ook wel de ambitie, ongeveer 700 miljoen moeten investeren om in 30 jaar tijd grotendeels dus in deze methodiek de bestaande voorraad te verduurzamen. Nou, dat leidt alleen al per jaar tot 41 miljoen extra kapitaallasten, wat een enorm bedrag is. En Demian zal ongetwijfeld gaan toelichten dat hij dat geld nog niet heeft. En ik weet ook, dit is puur wat er gebeurt als je de doorrekening 1-op-1 doorzet. Maar het gesprek over en de kengetallen, over de afschrijftermijn, over de doelstelling, maar ook over de vernieuwingsgraad, nou, die wordt allemaal door eigenlijk heel simpel even uit te rekenen wat het zou kunnen kosten, langs het gesprek van de financiële opgave in beeld gebracht. Het lijkt me een mooi bruggetje, Demian. Hallo allemaal, ik ben Demian Ketelaar. Ik ben 32 jaar en ik werk nu 2 jaar als beleidsmedewerker vastgoed bij de Utrechtse vastgoedorganisatie. Wij zijn nu ongeveer 2 jaar bezig met het voorbereiden van onze versnellingsopgave. Daar wil ik jullie graag meenemen vandaag. Even kijken. Zo. Ik ga eerst even een korte toelichting geven op hoe mijn organisatie eruit ziet. Vervolgens ga ik even terug op het stukje voorgeschiedenis over hoe wij de verduurzamingsopgave de afgelopen jaren hebben uitgewerkt. Dan een stukje meer inhoudelijk ingaan over hoe wij de versnellingsopgave hebben geformuleerd. En uiteindelijk zal ik dat rekenmodel waar Wieger het net over had even toelichten, omdat ik die heb gebruikt bij een subopgave een paar weken terug.
Goed, de Utrechtse vastgoedorganisatie is in 2013 ontstaan vanuit een centralisatieopgave. We werken ongeveer met 80 medewerkers aan het beheer en ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed. Dat is vrij fors. Voor verduurzaming werken ik en nog twee andere collega's eigenlijk fulltime aan verschillende duurzaamheidsopgaves. Dat vind ik een behoorlijke luxe. En we werken sinds dit jaar ook met 3 centrale doelen op het vastgoed. Vorig jaar is er een onderzoek geweest van onze rekenkamer en daaruit bleek dat er 67 doelen op het gemeentelijk vastgoed waren geformuleerd. En dat was het aan de hoge kant. Ze hebben dat teruggebracht naar 3 centrale doelen met een aantal onderliggende targets. En deze presentatie die gaat in op dat tweede doel, mens- en milieubewust bouwen aan gemeentelijk vastgoed. Goed, de voorgeschiedenis. Ik ga niet elke detail toelichten, maar waar ik jullie even in mee wil nemen is het moment in 2013. Dat is eigenlijk het moment dat we voor het eerst een uitvoeringsprogramma hebben geformuleerd met een aantal doelstellingen die wellicht wat te ambitieus waren. Ja, dankjewel dat je het groter maakt. Omdat die te ambitieus geformuleerd waren, hebben we in 2016 ECN gevraagd om eens te kijken naar onze kernvastgoedportefeuille en te bepalen wat het nou betekent om dat energie neutraal te maken en wat de financiële consequenties daarvan zijn. Daar kwam uit naar voren dat we echt te maken hebben met een onrendabele top van enkele tientallen miljoenen euro's. Nou, je zag net ook al in het beeld wat Pieter schetste dat het echt om heel veel geld gaat. Maar uit de advisering van ECN kwamen ook de eerste contouren die je ook terugziet in de sectorale routekaart. Als je de onrendabele top naar beneden wil brengen, zet dan in op natuurlijke investeringsmomenten. En bepaal strategieën voor verschillende bouwjaarklassen, omdat een bouwjaarklasse eigenlijk ook wel representatief is voor een specifieke energieprestatie. In de jaren daarna hebben we veelal het laaghangend fruit geplukt. Dus PV-installaties geplaatst daar waar het rendabel zou zijn, ledverlichtingen toegepast. We hebben de raad verschillende momenten geïnformeerd over hoe wij die verduurzamingsopgave zouden moeten financieren. Nou, in 2018 hebben we vervolgens in ons meerjarenperspectief een eerste batch gebouwen doorgelicht. Dat waren ongeveer 40 gebouwen, even in mijn hoofd. Daarvan hebben we dus echt uitgezocht van tegen welke investeringskosten kijken we aan. Is er sprake van een natuurlijk moment en wat is dan de onrendabele top? Of welke inschatting kunnen we maken over de onrendabele top? En het geluk wat we daarbij hebben gehad is dat er op dat moment ook gemeenteraadsverkiezingen waren. En dat deze bedragen ook als onderhandelingsfiches zijn meegenomen in de coalitieonderhandelingen. En zodoende kwam er in het coalitieakkoord een doelstelling bestaan met bijbehorende financiële middelen. Ja, en deze middelen kunnen wij dus echt inzetten om voor een x-aantal gebouwen de onrendabele top te dekken. En we mochten zelfs op een aantal punten gaan versnellen. Nou, we hebben daarmee wel te maken met een behoorlijk groen college al een aantal jaar. Dus daar hebben we niet echt dan geluk mee als het aankomt op duurzaamheid. Even kort de versnellingsopgave zoals we die hebben geformuleerd. Ik kan zelf de presentatie niet goed lezen. Dat is jammer. Ik pak even zien met jullie. Goed, de missie zal ik niet toelichten. Wat belangrijk is om even te zeggen, van we sturen op een drietal doelen. Dat zijn uiteraard de CO2-reductie die we teweeg brengen. We sturen op een projectresultaat van een gebouwgebonden energiebehoefte van 0 kWh vierkante meter per jaar. En daarbij proberen we de energiebehoefte zoveel mogelijk op het perceel op te wekken. Nou, die opgave van kernvastgoed die bestaat medio 2020 uit 330 gebouwen. En met kernvastgoed, die definitie die beschouwen we eigenlijk, dat zijn gebouwen die we op lange termijn aanhouden. Waar we een huisvestingsvraagstuk bij hebben, die een beleidsdoel dienen en die we in volledig eigendom hebben. Dus in dit geval zitten daar bijvoorbeeld onderwijsgebouwen niet bij. En bij monumenten hebben we bijvoorbeeld een uitsplitsing gemaakt van oké, we hebben monumenten waar we ook wel echt een gebruiksfunctie bij hebben. Dat kan een welzijnsgebouw zijn of een landgoed. Maar we hebben ook bijvoorbeeld enkele tientallen werfkelders in onze eigendom. Ja, en daarbij hebben we gezegd, van, nou, dat plaatsen we even buiten deze opgave, omdat het duurzaam daar gewoon te complex is. Ik ga even door naar de volgende slide. Goed, ECN heeft in dat rapport wat ik net benoemde in 2016 een aantal bouwjaarklassen gedefinieerd. Dat waren er destijds 9. Wij hebben dat teruggebracht naar 5 verschillende bouwjaarklassen. Waarbij we bij monumenten echt gaan kijken naar wat is de beste maatwerkoplossing, welke voorzieningen zouden we kunnen treffen. Nou, jullie hebben het net gehoord, de meeste maatregelen die je standaard zou kunnen uitvoeren, zijn moeilijk toe te passen omdat ze in het zicht zitten bij monumenten. Dus dat wil je aan de binnenkant van een monument uitvoeren. We hebben bijvoorbeeld het afgelopen jaar ons stadhuis gerenoveerd en daar hebben we door middel van een nieuwe techniek, een soort
warmte opwekken weten te realiseren onder de dakpannen. Het draagt niet heel veel bij aan de daadwerkelijke energievraag, maar het zijn toch wel de stapjes die je zou willen zetten om weer te leren over hoe kunnen we monumenten nou aanpakken. Dan hebben we gebouwen tussen 1965 en 1992. Daarbij beschouwen we echt alle aspecten van een gebouw, dus de bouwkundige isolerende maatregelen, installatie en opwekking, integraal om te komen tot een energie-neutrale plan. En als hier een natuurlijk moment is, dan willen we ook echt wel doorzetten van dit is het energie-neutrale ambitie, deze energie-neutrale ambitie willen we realiseren. Bij wat jongere gebouwen kijken we vooral naar installatietechnische maatregelen. Dus als we installaties moeten gaan vervangen, welke maatregelen kunnen we treffen om daar kwaliteitsverbetering in te maken? En bij nog jongere gebouwen, dus gebouwen na 2012, doen we ook een doorlichting op onze gebouwbeheersystemen om te kijken of we daar nog energie kunnen besparen. En dat lijkt misschien niet zoveel, maar in Utrecht hebben we daar een aantal gebouwen in zitten die bijdragen aan bijna 200.000 vierkante meter BVO van onze portefeuille. Waaronder het Stadskantoor en Tivoli Vredenburg bijvoorbeeld. De laatste strategie die is misschien ook wel belangrijk. We kijken ook naar mogelijkheden voor innovatieve duurzame opwekking. Nou, je ziet in het plaatje rechtsonder dat we PVT-panelen hebben toegepast bij een zwembad. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar warmtebuffersystemen, smart grids, uitwisseling van energie. Om die opgave maar te realiseren. Want wij realiseren ons ook wel dat we niet de volledige energieambitie bij elk gebouw op het perceel kunnen realiseren. Ja, dan die natuurlijke momenten en de onrendabele top. We hebben daar een infographic voor gemaakt om dat ook een beetje te visualiseren voor onze gebruikers en voor de gemeenteraad. Ja, daar hebben we nu een viertal natuurlijke momenten voor geïdentificeerd. Dat zijn er natuurlijk nog wel meer, want je zou ook een opgave waar je aan moet werken als we natuurlijk momenten kunnen beschouwen. Ik wil nog wel even aanhaken op wat Wieger daarin zei, want ook bij renovatie heb je vaak wel de opdracht om dat naar een nieuwe bouwbesluit toe te brengen. Dus die middelen die je moet reserveren om een renovatie te doen, die zitten eigenlijk al, daarin zit al een deel van je duurzaamheidsopgave verwerkt. Wij kijken daarnaast welk percentage je nog nodig hebt om je ambitie energie-neutraal te realiseren. Nou, dat is die gevisualiseerd in die groene bolletjes die je ziet. En daarvan zeggen wij, een beetje met de vuistregel, 2/3 van je extra investering zou je rendabel kunnen maken door energielastenverlichting, door gebruik te maken van subsidies en door een stukje huurverhoging, omdat je ook een stukje waarde toevoegt aan het gebouw. En het groene bolletje, dat is dan echt de onrendabele top die we financieren vanuit de coalitiemiddelen die we ter beschikking hebben gekregen. Om dat allemaal in goede banen te leiden, hebben wij ook een duurzaamheidsdashboard ontwikkeld. Of althans, die zijn we aan het ontwikkelen. Daar willen we een aantal informatiebronnen samenbrengen. Dat zijn onder andere de prestatieafspraken die we maken met onze gebruikers. Dat is natuurlijk ons eigen energieverbruik en de manier waarop onze installaties presteren. En het allerbelangrijkste is dat we eigenlijk zowel onze investeringen als exploitatielasten bijeen willen brengen in een soort balans. En dat betekent aan de voorkant willen we weten hoeveel we gaan investeren. We monitoren wat de rendabel of onrendabel is geweest. En we blijven ook monitoren welk percentage ervan voortkomt uit energielastenverlichting en uit subsidies. Zodat we ook over een aantal jaren het gesprek kunnen blijven voeren met onze gebruikers. Van lopen we nog in de pas en moeten we waar nodig bijsturen. Nou, in het plaatje rechtsboven zie je de eerste contouren van het dashboard dat we aan het ontwikkelen zijn. Dit is toevallig het verbruik van onze sportportefeuille waarin we nu... In het schema rechtsboven hebben we gevisualiseerd wat de grootste energieverbruikers zijn op basis van energielast per vierkante meter BVO. Daaronder zie je de prestatie van een aantal zonnestroominstallaties, waarbij we ook een norm hebben vastgesteld, zodat we heel snel inzichtelijk maken hoe presteren onze installaties en waar moeten we bijsturen. Ik word even afgeleid door een vraag in de chat. Ja, die afspraken over split incentives, dat is een lastige. Wij willen daarom aan de voorkant echt goed in beeld brengen welk percentage onrendabele top acceptabel is, zodat je ook op basis van, en je moet inzicht hebben in wat een gebouw de afgelopen 3 jaar heeft verbruikt aan energiekosten. Daar moet je afspraak kunnen maken en het uitgangspunt is dat je dat met misschien wel 90% terugbrengt en dat er 10% overblijft voor het gebouwgebonden energieverbruik, of het gebruikersgebonden energieverbruik.
Onderin heb ik nog een schemaatje toegevoegd over de CO2-prestatie die we over de hele portefeuille realiseren. Nou, daar willen we ook over verantwoorden, dus vandaar dat we dat hebben meegenomen in het dashboard. Maar feitelijk is dat wel gewoon een omrekentabel voor je verbruiker, omgerekend naar CO2-uitstoot. Dan onze investeringsagenda. Ja, dat sluit eigenlijk aan op de portefeuille-strategie zoals die ook in de sectorale routekaart is benoemd. He, elke 4 jaar moet je een investeringsagenda eigenlijk gaan formuleren. Bepalen wanneer zich natuurlijke momenten gaan voordoen voor de komende 4 jaar. Nou, dat hebben wij dus in 2018 gedaan. En eigenlijk kan ik iedereen meegeven, doe dat voordat je nieuwe gemeenteraadsverkiezingen hebt, zodat je iets te onderhandelen kan meegeven. In die investeringsagenda zijn nou ongeveer 57 gebouwen opgenomen met een duurzaamheidsstrategie. En we kijken daarbij wel elke keer van, is die energie-neutrale ambitie haalbaar? Ja of nee? En dan gaan we pas kijken of we willen gaan voor nieuwbouw of renovatie. Daar is het wel een nuanceverschil met hoe de routekaart werkt. Dan nog even naar het... dit wordt heel lastig voor mij, want ik heb een heel klein schermpje voor me. Ik heb de kostenkengetallen uit de sectorale routekaart de afgelopen periode mogen gebruiken, omdat we in het kader van de coronacrisis ook anticyclisch willen gaan investeren. En daarbij is gevraagd van, ja, maar we hebben ook nog een zijopgave. Dat is dat er in Overvecht Noord moet in 2030 aardgasvrij zijn. Nou, daarin hebben we natuurlijk ook een aantal maatschappelijke vastgoedobjecten zitten. En die heb ik geprobeerd door te rekenen aan de hand van de kostenkengetallen. En dat zie je in het schemaatje daaronder. Dat zijn een paar scholen en dat is een kinderboerderij en een gymzaal. En vervolgens heb ik gekeken naar de bouwjaren en de BVO's. Die heb ik gematcht aan de archetypen die in de sectorale routekaart staan. Een eigen dingetje die ik daaraan toe heb gevoegd is een 15% opslag. Omdat in de routekaart aangegeven dat je 15% zou moeten terugverdienen uit onderhoudslasten, maar we trekken nu dat natuurlijk naar voren, dus daar moet je een compensatie voor verzinnen. En daarnaast heb ik een doorrekening gemaakt van die kostenkengetallen naar stichtingskosten en je eigen interne apparaatkosten door te rekenen, want die staat niet benoemd in de sectorale routekaart. Als we het noemen, heb ik een advies kunnen geven. Hier is eigenlijk nog geen uitspraak over gedaan, dus we wachten het nog even in spanning af. Ik ben er redelijk snel doorheen gegaan volgens mij, maar dit is het einde van mijn deel. Mochten jullie meer willen weten over hoe wij in Utrecht omgaan met onze opgaven, op Bouwstenen voor Sociaal hebben we een hele verzameling gemaakt van al onze beleidsstukken en terugkijk. En ik weet dat Ingrid ook in deze presentatie meekijkt, dus misschien kan Ingrid even de link in de chat zetten. Dan kunnen mensen daar gebruik van maken. Nou, dank jullie wel. Dan ga ik het laatste onderdeel van dit webinar verzorgen. En dat gaat met name over van hoe kunnen we als gemeente ook op een slimme manier met kennis omgaan en kennis delen en ook gebruik maken van elkaars ervaringen, innovaties toepassen en al dat soort dingen meer. Nou, om daarmee een aftrapje te hebben, hebben we eerst weer een poll bedacht en aan jullie de vraag om antwoorden te geven op van wat er binnen jullie gemeente allemaal wel en niet wordt gedaan, beschikbaar is en dergelijke. 34% heeft centrale regie op het maatschappelijk vastgoed. 30% heeft zicht op het energieverbruik van de gebouwen. 9% heeft een informatiesysteem dashboard voor het maatschappelijk vastgoed. 21% heeft een voorziening of accommodatiebeleid vastgesteld. En 8% heeft geld gereserveerd voor de verduurzamingsopgave, meerjarig of per project. Oké, nou, deze antwoorden geven wel aan dat er ook nog werk aan de winkel is. En voor een deel is deze opgave ook nieuw. Nog lang niet alles is uitgevonden wat uitgevonden moet worden. Er zal moeten worden geïnnoveerd. Dan is het ook vooral slim om te zien van hoe je dat ook het beste kunt doen. In de sectorale routekaart hebben we daarom ook een hoofdstukje opgenomen. Dat heet kennisagenda. We zijn nu binnen de VNG ook samen met een aantal mensen in ons netwerk aan het
uitwerken hoe we dat daar ook verder vorm aan zouden kunnen geven. In die sectorale routekaart zit ook in het tweede deel een stappenplan wat gemeenten kunnen volgen bij het uitwerken van de opgave. Het is niet dat de stappen die we daarin aangeven, dat die noodzakelijkerwijs precies in die volgorde op die manier moeten worden gedaan. Maar het zijn wel aandachtspunten van: heb ik alles in beeld en ben ik ook compleet met mijn aanpak? Je kunt ook voor een andere volgorde kiezen. Een belangrijke vraag was net ook van: heb ik het energiegebruik van mijn gebouw in beeld? Dat sluit dan ook aan op een van de stappen in dat stappenplan. Nou, met die kennisagenda willen we eigenlijk iets ontwikkelen dat we aansluiten op dat stappenplan, zodat we ook kunnen aansluiten op de fasering waar gemeenten mee bezig zijn. En dat we ook dat doen op basis van vraagstukken die we bij gemeenten ophalen. Sommige gemeenten zijn wat verder, andere zijn wat nog meer aan het begin. We hebben net een gemeente in beeld gehad, Utrecht, die al iets verder is. En dan is het fantastisch dat die ervaring ook in dit webinar wordt gedeeld. En natuurlijk is het ook goed om daar de actualiteit bij te betrekken. Dat doen we als VNG niet alleen, want gelukkig zijn er heel veel andere instanties waar ook relevante kennis beschikbaar is. Allereerst is daarin te noemen het kennis- en innovatieplatform dat ook in het klimaatakkoord is voorzien dat dat zou worden opgericht, waarin dan ook een aantal kennispartijen die zich bezighouden met het maatschappelijk vastgoed ook dingen ontwikkelen. Dat wordt ook verder gefaciliteerd door de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waar wij ook als VNG, maar ook met andere sectoren nauw samenwerken om dat verder op poten te zetten. Een andere belangrijke partner waarmee wij werken is het netwerk Bouwstenen voor Sociaal. We zijn op dit moment bezig om een kleine agenda voor de rest van het jaar tot stand te brengen. Om ook, ja, we weten natuurlijk niet precies hoe het nog met corona allemaal loopt, maar om dit najaar in ieder geval een aantal thema's verder te belichten. En als het met corona zo loopt zoals het nu loopt, dat we nog niet zo heel veel mogen, denk ik dat het heel dankbaar is om nog vaker van Henri hier bij de VNG gebruik te maken om dit te proberen te doen. Nou, er zijn al wat thema's ook benoemd. Hè. Een item is, denk ik ook wel, dat aansluit bij de discussie over onderwijshuisvesting. Hoe gaan gemeenten om met integrale huisvestingsplannen en de vernieuwen van de onderwijshuisvesting, waarbij ook het probleem van de kwaliteit van scholen en het klimaat binnen scholen wordt aangepakt. Ander thema is ook van, ja, hoe kan je ook het financieel gewoon goed regelen, hè? Lange termijn investeringen, zijn er ESCO-constructies nuttig? Hoe ga je samenwerken met de markt? Hoe kun je innovaties bewerkstelligen? Hoe kun je ook daarin ook aanbestedingsmethodieken benutten? En nou, zo net hebben we al iets gezien van een resultaat van een rekentool dat beschikbaar is. Waar Wieger iets van heeft laten zien, maar dat ook door Demian is toegepast. Dat sluit eigenlijk ook aan op een van de vragen die ik in de chat zag langskomen, van: is dat ook beschikbaar? Ja, dat komt ook beschikbaar, maar we moeten even kijken hoe we dat op een beetje een handige manier kunnen doen. Dus daar komen we gewoon nog op terug. Het thema wat we ook willen belichten is van hoe omgaan met energieprestatiecontracten. De RVO die ik net al noemde is bezig met het ontwikkelen van tools daarvoor en dan is het handig om daar ook vooral op aan te sluiten. Hetzelfde geldt voor de split incentive, en die zag ik ook in de chat al langskomen. Ook daar is de RVO nu mee bezig, want eigenlijk moeten we af van dat begrip split incentive. Nee, hoe kun je tot een shared incentive komen en hoe kun je daar ook slim met de gebruikers en de huurdersverbanden mee omgaan? Nou, en daar speelt ook nog iets mee.
al net in de poll de vraag over van hoe is het vastgoed georganiseerd. Althans, er stond iets over centrale regie op het vastgoed. En natuurlijk is het ook juist met deze grote opgave belangrijk dat je een visie hebt over hoe je dat in je organisatie precies belegt. Er werd net ook in de poll een vraag gesteld dat de VNG nogal voorbij ging over aan de financiële problematiek bij gemeenten. Hè. Er is gewoon geen geld, er zijn tekorten op het sociaal domein. Dus is toch wel een beetje een probleem. Heb ik hem zo goed? Ik kan hem niet helemaal lezen, Henri. Maar... Moet ik hem even voorlezen? Ja, wil je dat doen? Ja? Het punt was, VNG gaat veel te gemakkelijk voorbij aan het feit dat gemeentes nu al worstelen met tekorten op de begroting. En de verwachting is dat het alleen maar erger wordt, nu het Rijk voor veel gemeenten al een korting op de Rijksbijdrage heeft aangekondigd. Ja, nou ja, het is natuurlijk inderdaad een bekend probleem, dat ook, waar ook de VNG absoluut actief in is om dat te proberen op te lossen. Het bestuur van de VNG heeft desondanks op 23 april de sectorale routekaart maatschappelijk vastgoed vastgesteld. Ook al was er op dat moment nog geen uitzicht op de aanvullende middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van die sectorale routekaart. Wat wel belangrijk is, is van er is nu op basis van macro rekensommen uitgerekend dat er ruim 9 miljard nodig is voor het maatschappelijk vastgoed van gemeenten, omdat te verduurzamen, dat is tot 2050. Dat is natuurlijk nooit geld wat even in één keer richting gemeente gaat. Wat nu belangrijk is, is dat gemeenten toch aan de slag gaan met hun eigen opgave om in beeld te brengen van wat is die opgave precies, hoe groot is het, en dat er ook meer fundament ontstaat tussen voor de rekensommen die ook op sectoraal niveau zijn gemaakt. Want dat is wat wij ook in 2022 bij de herijking van de sectorale routekaart moeten meenemen. Want dan hebben we een betere onderbouwing voor het verhaal naar het Rijk toe over hoe dat over de benodigde middelen hiervoor. Dus ik zou willen zeggen van VNG heeft absoluut oog voor de financiële situatie van de gemeente, anders zouden we geen VNG kunnen zijn. Maar het is ook niet zo dat zonder onderbouwing dat geld zomaar voor 30 jaar naar de gemeente toe komt. Dus volgens mij zijn wij ook samen met de gemeente aan zet om ervoor te zorgen dat die onderbouwing er beter is in 2022. Goed. Dat was eigenlijk het belangrijkste van de tijdlijn die je nu op deze sheet ziet. Herijking van de sectorale routekaart in 2022. En dan hopelijk op basis van ook veel meer informatie en van de gemeenten. Goed, daarmee is het moment om af te sluiten. Henri had al op de chat in de... het webinar gezet dat we terugkomen bij jullie met nog een afsluitende mail waarin we de sheets doorsturen en waarin we ook nog een aantal vragen die zijn overgebleven waarin we die nog gaan beantwoorden. Ja, dus alle informatie die kijkers hebben gedeeld ook. Ja, dat is misschien ook wel grappig, want wat ik ik zag net ook iets langskomen dat een aantal gemeenten uit Zeeland elkaar aan het opzoeken waren in de chat. En toen dacht ik van, dat is eigenlijk gaaf dat we een webinar houden en dat nu het contact tussen gemeenten in Zeeland tot stand komt op dit terrein. Dus gemeenten in Zeeland, als jullie willen dat we gewoon een keertje bij jullie langskomen, dan doen we dat heel erg graag. Dat geldt trouwens ook voor andere gemeenten. Dus daarom staat ook het mailadres van Inka en mij op die afsluitende dia. Nou, hiermee zijn we aan het eind gekomen binnen het webinar. We hebben het ook binnen de tijd gehaald. Dus ik hoop dat we iets aan jullie hebben kunnen bijdragen, zodat je aan de slag kunt.
Er komt nog één vraag binnen. Zou ik die nog even voorlezen? Ja, misschien weet ik het antwoord wel. Jasna vraagt, hoe verloopt het proces richting de herijking? Dan kunnen wij als gemeente daarmee rekening houden om op tijd input te kunnen leveren. Dat is ook een vraag waar we denk ik ook nog op terug moeten komen, hoe dat proces precies gaat lopen. Want ook daar zijn we over in overleg met het departement en met ook de andere sectoren. Oké. Nou, heel erg bedankt voor jullie belangstelling en dan gaan we weer door.